Dames en heren, jongens en meisjes, welkom hier bij deze speciale talkshow die in het teken staat van de lancering van het Platform Techniek. We zitten hier in de prachtige koningszaal van het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch. En aan tafel hebben we hier een aantal gasten. Mijn naam is Tom Blankens, ik ben wethouder werk en economie bij de gemeente Heusden. Maar vooral ook vandaag trekker van het Platform Techniek voor heel de Langstraat. Aan tafel aan deze kant twee dames, Marjolein. Ja, ik ben Marjolein Vugts van scholengemeenschap De Overlaat uit Waalwijk. En Desiree. Ik ben Desiree Vonk van het Koning Willem I College hier in Den Bosch. Ja. Mooie thuiswedstrijd dus. Aan deze kant onderwijs en aan deze kant zit namens het bedrijfsleven Arnold Versteeg. Mijn naam is Arnold Versteeg, ik ben directeur-eigenaar van VPT Versteeg in Heusden. En ik vertegenwoordig de technische bedrijven hier in de regio. Ja, en wij zitten hier vandaag aan tafel om aan u thuis te vertellen wie we zijn, waarom we samenwerken en wat we willen bereiken. Maar om dat even makkelijk in beeld te brengen, hebben we speciaal voor deze gelegenheid een filmpje gemaakt. De Reis van Gijs, en die gaan we nu bekijken. Ik ben Gijs, ik ben 17 jaar oud, werk bij VPT in Heusden. Voordat ik hier kwam, heb ik al een hele reis afgelegd. Ik neem jullie mee. Ik ben nu bij De Overlaat, heb ik nu op school gezeten. Ik heb de richting PI gedaan, produceren, installeren en energie. Gijs was een energieke leerling. Die ging graag zijn eigen projecten aan en die deed die heel net. Ja, toen ik hier zat, toen wist ik al wel dat ik de techniek in ging. Ah, zeker een talent, ja, zeker. Ik zit nu op het Koning Willem I College, eerste leerjaar Bol Future Engineer. En ik vind het een keileuke opleiding. Ja, deze werkplaats is uniek omdat het wel hele nieuwe dingen heeft en een nieuwe techniek en zo. Je kan er eigenlijk van alles horen later met deze studie. Machinebouw, onderhoud, technisch tekenaar, programmeur, van alles eigenlijk. Ik doe nu een bolopleiding. En ondertussen doe ik school en ik werk ook bij VPT. Ja, VPT is een bedrijf en die maken mooie gevels voor flatgebouwen. Ja, de techniek zit in Gijs, ja. Dat is echt wel zo. Ik denk dat hij dat van huis heeft meegekregen. Hij is beleefd, hij is super geïnteresseerd in van alles en nog wat. Ja, zo zit Gijs gewoon in elkaar en dat is gewoon super leuk om mee te werken. Over 5 jaar dan hoop ik dat ik steeds wel verder te komen in de techniek, dat ik meer kan en meer mooie dingen doe. Wauw, wat een technisch talent is dat. Volgens mij zit hier gewoon een trotse werkgever. Maar Arnold, waarom is het zo belangrijk om dit verhaal te vertellen? Natuurlijk ben ik kei trots op dit talent binnen VPT. Maar als je kijkt naar de behoeften bij andere bedrijven hier in de regio, die is niet heel veel anders. En we willen ook graag dat deze bedrijven de techniek een kans geven door deze jongens en meisjes, hoop ik, een mooie baan aan te bieden die er volop is. Want er is volle behoefte aan deze technische talenten. We hebben meer Gijzen nodig dus. Absoluut. Ja. Het is dus belangrijk om techniek in de Langstraat te verstevigen. En daarom werken we samen. En dat is ook nodig om onze economie op kracht te houden. Absoluut. En dat is ook de reden dat wij onze krachten hebben gebundeld. Met bedrijfsleven, onderwijs en overheid. En we proberen die doorlopende leerlijn, we proberen ze bij ons op school met Let's Play op jonge leeftijd enthousiast te maken, zodat ze bij ons kiezen voor een technisch profiel. Ze komen bij ons in aanmerking met het bedrijfsleven door middel van stages. En dan stromen ze uiteindelijk uit naar het mbo. En dan is de cirkel weer mooi rond. Het is heel uniek dat we op deze manier samenwerken, hè, met overheid, met bedrijfsleven en met onderwijs. Dat we niet aan de kant blijven staan en zeggen dat het anders moet, dat we echt op dit niveau het verschil maken. Dat doen we nu niet alleen met deze partijen, dat doen we nog met meer. Namens het bedrijfsleven werken we bijvoorbeeld ook samen met Benier en met Van Beek Schroeftransport. En met het onderwijs zitten we ook bij ons aan tafel met Technasium in Drunen. Maar ook bijvoorbeeld de bibliotheek doet hier aan mee. Arnold, hoe zit dat platform verder in elkaar en hoe werkt het? Nou Tom, in 2016 zijn we begonnen met bij elkaar komen van diverse belanghebbenden. En waren we vooral bezig om nadenken hoe gaan we dat nou vormgeven binnen onze regio. Maar uiteindelijk ging het veel over praten. En we zijn ook binnen de gemeente wel van het doen. En in 2019 zijn we ook begonnen. Na een paar koppen koffie om de dag van de techniek te organiseren bij Benier in Nieuwkuik. En dat was gelijk al een enorm succes met meer dan 1000 bezoekers.
Hè, waarbij we op een hele leuke manier, vooral aan jonge mensen, kinderen, lieten zien wat techniek is. En hoe leuk is het om vooral met techniek bezig te zijn. Ja, en ik ben er zelf geweest. De glimlachjes spatten van de kinderen af. Maar hoe laat je aan kinderen nou zien hoe gaaf techniek is? Nou, door vooral ze zelf dingen te laten doen. Ik kan me nog herinneren dat we jonge kinderen hebben laten lassen. Nou, het is natuurlijk voor het eerst dat ze dat mogen doen. En als je dan kijkt hoe leuk ze dat vinden en het plezier wat ook ouders hebben. Als hun kinderen het lassen bijvoorbeeld heel erg leuk vinden. Ja, dat is heel mooi en heel gaaf om te zien. En er gebeurt eigenlijk stiekem al best wel veel in onze regio. Maar dat zijn nu allemaal losse eilandjes. Initiatief hier, initiatief daar. En we hebben juist gemeend, we moeten dat allemaal bundelen. Want samen kunnen we wel misschien het verschil maken dat die talenten hier blijven. Hoe kijken jullie daarna als mbo-instelling, Desiree? Ja, voor ons is het platform belangrijk. We hebben natuurlijk heel veel technische opleidingen in het mbo. We weten dat er heel veel werk in is, dus wij promoten dit ten zeerste natuurlijk. En vaak wordt bij techniek gedacht, oh, dan moet ik in een bedrijf werken, of het is vies werk, het is zwaar werk. En dat is tegenwoordig dus absoluut niet meer. Dus als je denkt aan techniek die in de ziekenhuizen zit, of in de pretparken. Dus techniek vind je overal. Dus dat het beeld wat men vaak heeft over de techniek is echt anders geworden. Ja, dat is zeker waar. En dat proberen we ook op deze manier met elkaar natuurlijk te laten zien. Hè? Door juist op jonge leeftijd al die zaadjes te planten en door allerlei activiteiten dat te laten groeien. Zodat we dadelijk echt weer de knappe koppen met gouden handen kunnen hebben. Het is niet alleen leuk en het is ook niet alleen belangrijk, maar het is ook sinds een aantal jaren verplicht om daar in het primair onderwijs iets mee te doen, in het basisonderwijs. Hoe geven we dat vorm? Nou, ik denk dat wij dat als bedrijf natuurlijk een bijdrage kunnen leveren door op een hele schoolse, maar leuke manier te laten zien wat techniek is. En dat kunnen we dus vooral dan doen door jonge kinderen gewoon ook in huis te halen. En ze op een hele leuke manier kennis te maken met techniek en wat een vak eigenlijk betekent. Maar niet alleen voor de kinderen, ook vooral voor de ouders is het van belang om te laten zien dat de techniek gewoon leuk is en uitdagend is vooral. Mooi voorbeeld daarvan is de Tech Challenge bij jullie op school. Ja. Hoe kijk je daar zelf naar? Hoe sta je dan ook mee te juichen, Marjolein? Absoluut. Als je ziet hoe enthousiast dat die basisschoolkinderen deelnemen aan een project, maar ook het bedrijfsleven dat zo ontzettend veel tijd en personeel investeert. En dan die snoetjes met zo'n wedstrijdje, wie het snelste over de finish komt. Ja, dat is geweldig om te zien. Ja. En het is juist ook zo mooi, heb ik begrepen, dat er dan de kinderen die normaal misschien wat bleu zijn of die niet zoveel met taal en rekenen hebben, dat die juist kunnen laten zien dat zij ook heel veel talent hebben. Absoluut, die bloeien helemaal op tijdens zo'n proces. Ja. Heel mooi om te zien. Prachtig om te zien. En ook dat daarna iedereen kaart staat te juichen. Ja. Hè? Die eerst een beetje schuchter en saai binnenkwamen. Ja, dat wordt dan één groot feest. Ja. Laten we niet langer wachten. We gaan over naar Waalwijk. We gaan over naar de lancering van het nieuwe logo van Platform Techniek De Langstraat. Techniek van jouw toekomst. Zo, hij staat. Marjolein, waar kunnen we meer informatie vinden? Eigenlijk alles wat we verteld hebben is terug te vinden op www.techniekvanjouwtoekomst.nl. En daarin zullen wij ook alle activiteiten die we samen nog gaan ontwikkelen aanvullen. Heel mooi. En wij hopen dat er nog meer bij komt. Want we kunnen nog de olievlek zeker nog wel groter maken. Dus ben je geïnteresseerd, ga naar de website. Heb je een bedrijf en denk je, hey, hier wil bij je horen, meld je dan aan en dan gaan we er samen voor zorgen dat voor meer mensen de reis van Gijs wordt afgelegd en dat voor meer mensen de techniek van hun toekomst wordt. Kijk op www.techniekvanjouwtoekomst.nl voor meer informatie en ik hoop dat we elkaar bij een van onze mooie activiteiten gaan zien. Tot ziens, hoi!